Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Gert en Karsten, tot aan de 70ste minuut dacht ik, dit wordt 0-0. Tot aan de 75ste minuut, want toen keek ik nog op de klok. En toen zei ik tegen Jan-Piet, we gaan ook niet meer wisselen, we nemen hem mee. We hebben niks weggegeven tot aan dat moment. Wel wat dreigende voorzetten, wat spelervattingen. Maar de echte kans van de treffers kan ik niet noemen. We hebben ze gecreëerd. Hè? Koos, Tiemen, dat was ook een strafschop. Maar goed, die geeft hij dan niet. Ik denk Rob nog een kans. Dus ik denk dat wij 3-4 kansen gehad hebben. Hun optisch iets meer de bal hadden. Een zwaar veld, je zag veel jongens uitglijden. Moeilijke omstandigheden. Ja, en dan schiet die jongen hem van 25 meter erin. Ja, en dan in de eindfase wordt het 3-0. Maar of het nou 1-0 of 3-0 wordt, daar til ik niet zo zwaar aan. Ik denk dat we een hele goede partij niet bekronen met minimaal een punt. Wat heb je dan, als je terugkijkt, niet goed gedaan eigenlijk vandaag? Want ik denk dat je over het veldspel tevreden kan zijn. Je hebt inderdaad weinig weggegeven. Toch maar weer dat je niet scoort. Ja, we komen weer niet op voorsprong. En de kansen liggen er wel. Ik bedoel, de eerste fase krijgen we echt gewoon aardige kansen. Die van Koos, die telde ik al. Ik scoorde dan. Was er binnen 5 minuten dat hij vrije schietkans rand 16. Dan wordt Tiemen, die wordt gewoon van achteren neergeschopt. Alleen die valt niet. Die is sportief. En dan krijgt hij geen penalty. Ja. En dat zit dan ook nog even tegen. Maar goed, ik kan alleen maar tevreden zijn. En het is gewoon heel erg zuur dat je dan op zo'n manier achterkomt. En nu staat er ook nog 3-0 op het bord. En dan denk je, nou, dat is een logisch uitslag. Maar dat was het helemaal niet. Ik denk dat wij meer verdiend hebben dan deze 3-0. Hoe kan het? Ik kan me niet voorstellen dat je daar nooit enorm over praktiseert. Van hoe het kan dat je toch zo weinig scoort dit seizoen. Ja, natuurlijk praktiseren we er wel over. Maar goed, aan de andere kant. Weet je, zaterdag was Rob fantastisch. Scoort hij en dan krijgt hij vandaag het vertrouwen. Scoort hij net niet. We blijven zoeken. Je kunt vandaag niemand aanwijzen die zijn best niet gedaan heeft. Ik heb genoten van een goede teamprestatie. Het veldspel was niet altijd even flitsend, maar het zat goed in elkaar. Tactiek klopte, speelwijze klopte, uitvoering klopte. Kansen waren er. Ja, hij valt er niet in. Hoe zuur is het? Dat lijkt me zo zuur dat je eigenlijk gewoon heel erg tevreden kan zijn vandaag. Je hebt gewoon echt goed gevoetbald. Jezelf niet beloond. En ondertussen sta je wel weer onder druk. Want voor de eindstand is dit natuurlijk een hele zure. Ja, maar ja, oké. We hadden 11 wedstrijden om 17 punten te halen. Nu hebben we 10 wedstrijden om 17 punten te halen. Ik heb continu gezegd, we moeten een gemiddelde van 1 hanteren en moet ergens de bonus halen. Nou, nu hebben we 5 uit 6, dus zo heel ver lopen we niet achter dat gemiddelde. We hebben tegen Excelsior Maassluis ook het deksel op de neus gekregen. Toen vroeg je min of meer hetzelfde, toen hebben we daarna 4 uitstekende punten gehaald. Ik denk dat iedereen ook bij de tegenpartij erover eens zal zijn dat we hier vanavond ook minimaal een punt verdiend hebben. Ja, we moeten het gewoon afdwingen, we moeten op deze manier doorgaan. Ja, als we de kansen niet creëren, als er geen beleving is, als de organisatie niet klopt, dan maak je je zorgen. Maar ik denk dat tot aan het afstandsschot dat je gewoon een heel gemotiveerd, agressief, in de positieve zin en goed gevoetballend HSC hebt gezien. Ja, en we spelen 6 keer thuis op de Boshoek en ik heb altijd gezegd, uit moeten we een punt pakken en dan moeten we thuis winnen. Dat is het moyenne waar je naar op zoek bent. En dan moet je gewoon zorgen dat jij die jingle op zaterdag wat vaker kunt instarten. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.